inzake eenmalige energietoeslag, lage inkomens, kamerstuk 36.065. Het gaat hier om de tweede incidentele supplementaire begroting inzake energietoeslag, lage inkomens, kamerstuk 36.211. Terwijl wij de minister veel gezondheid toewensen. We hebben 10 sprekers van de zijde van de Kamer. De eerste spreker is er niet, daarom beginnen we met de tweede spreker. Dat is de heer Van Kent van de fractie van de SP. En hij gaat 7 minuten lang het woord tot ons richten. Tot zover. Dank, voorzitter. Ondanks de stijgende prijzen in de supermarkt kondigde Ahold aan dat ze de winstverwachting verhoogden, maar ook de prijzen gingen laten stijgen. Shell heeft nog nooit zoveel winst geboekt, $18 miljard, een kwartaal geleden. Unilever schroefde de winstverwachting op van 4 naar 5 miljard. Heineken een winststijging van 22%. Voorzitter, er is sprake van een prijs-winstspiraal. De prijzen stijgen, de winsten stijgen even hard of nog wel harder mee. Datzelfde geldt ook voor de topsalarissen die ook gigantisch aan het toenemen zijn. En we leven, ik zei het al bij het debat hiervoor, in een land met brisante rijkdom en bittere armoede. Want de rijen bij de voedselbank groeien en groeien. Bericht dat bij de meeste voedselbanken zal een kwart meer mensen voedselhulp nodig hebben. In Arnhem begreep ik 35% meer mensen die zich melden bij de voedselbank voor hun voedselpakket. Het Rode Kruis dat geld inzamelt, een rekeningnummer heeft geopend om geld in te zamelen om voedselhulp in Nederland te kunnen uitdelen. Het Rode Kruis. Er is geen sprake van een watersnood of een oorlog of een grote crisis. Ja, er is wel sprake van een grote crisis, maar die grote crisis wordt veroorzaakt door politieke keuzes, door de rechtse keuzes van de kabinetten Rutte. En terwijl die armoede zo enorm aan het toenemen is, komt de regering steeds te laat met te weinig maatregelen. Daarom neemt die armoede en daarom nemen die rijen bij die voedselbanken ook zo toe. Het is daarom zaak dat er fundamentele oplossingen komen. We spreken nu over een energietoeslag, maar er is natuurlijk veel meer in nodig. Verlaag die BTW op energie, boodschappen en benzine. Verlaag en bevries de huren. Schaf die boete op ziek zijn, het eigen risico, af. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. We hebben daar steeds voorstellen voor gedaan. Niet alleen vandaag, niet vorige maand, niet vorig jaar, maar al jaren zien wij dat bijvoorbeeld dat eigen risico mensen echt in de vernieling helpt. Zien we dat mensen het gewoon simpelweg niet meer kunnen opbrengen om hun huur te betalen of om rond te kunnen komen of hun boodschappen te doen. Nou, dat te laat en te weinig gaat zeker op voor die energietoeslag, want het bedrag is al overgemaakt in de meeste gevallen. Het gaat ook nog in heel veel gemeenten fout. Kan de minister daarop ingaan en aangeven hoe dat bijvoorbeeld zit met die gemeenten die de loketten al gesloten hebben? Of daar nog wel dat voor iedereen daar een loket is of een plek is waar mensen zich kunnen melden voor die energietoeslag? Maar het is natuurlijk heel gek dat we die situatie zien en we pas nu over deze wet spreken. We hebben daar al eerder om verzocht om snel over die energietoeslag te spreken. Maar toen zei de minister, nee, ik ben nog in gesprek met studentenorganisaties. Nou, de uitkomst van dat gesprek is blijkbaar een klein bedrag wat via de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor de bijzondere bijstand. Met daarbij compleet rechtsongelijkheid. Je weet als student niet waar je aan toe bent. Je kan wel aankloppen bij je gemeente, dat is wel een hele grote stap. Maar als je dat dan doet, kan het per gemeente totaal verschillen hoe daar om wordt gegaan met die voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële steun. We horen ook van gemeenten dat ze grote moeite hebben ook om het allemaal uitgevoerd te krijgen. En wat ik niet begrijp, voorzitter, en ik hoop dat de minister daar een heel helder antwoord op heeft. Wat ik niet begrijp is dat, kijk, DUO weet toch welke studenten uitwonend zijn. Waarom kan er niet via DUO, waarom kan er niet gewoon standaard aan uitwonende studenten ook een energietoeslag worden toegekend? Dat zou toch veel eerlijker en veel makkelijker ook zijn. En er zijn ook verschillende rechtszaken die worden aangespannen door studenten. En ik merk ook dat dat ook voor spanning zorgt ook binnen colleges. Hè? Van ja, wat als daar nou de rechter die studenten in het gelijk stelt, hoe moet dat
hoe pakt het dan uit ook voor de gemeentefinanciën? Kan de minister garanderen dat als daar rechtelijke uitspraken liggen, dat dan ook gemeenten geholpen worden om ook die financiële gevolgen daarvan te dragen? We hebben van de FNV een brief gekregen waarin zij pleiten voor het verhogen van die grens om in aanmerking te komen voor die toeslag naar 150%. Dat lijkt me een heel redelijk voorstel, omdat de armoede en de problemen die mensen hebben veel meer mensen aangaat dan de groep tot 120% van het minimumloon, van het sociaal minimum. Er is eerder ook al door de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld gezegd van we trekken het op naar 130%. Je ziet daar ook heel veel verschillen in het land. Is de minister bereid om daar een nieuwe grens te stellen, namelijk die 150%, en volgens ook de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de gemeentes? Maar ook dit, voorzitter, is een labmiddel. Want het fundamentele probleem is dat de prijzen te hoog zijn. Had ik net al een aantal voorstellen voor genoemd. De prijzen te hoog zijn en de lonen te laag. En de directe invloed die de regering heeft op de lonen is natuurlijk het minimumloon. Vriend en vijand, Nederlandse Bank ook nog recent, zegt die lonen moeten omhoog. Laten we dan beginnen met een hoger minimumloon. Laten we beginnen met een minimumloon van 15 euro per uur, met daaraan gekoppeld de AOW. Met daaraan gekoppeld ook de uitkeringen zoals de bijstand, de participatiewet, die gebaseerd is op dat minimumloon, zodat er een stevige basis komt, zodat mensen niet een winter tegemoet gaan of in een winter in de kou al zitten zonder dat ze de boodschappen kunnen betalen of de verwarming aan durven te zetten. En ik roep de minister echt op om het minimumloon gaat straks per 1 januari een klein beetje omhoog, om daar een veel grotere stap van te maken, namelijk die stap naar 15 euro. En als de minister dat niet toezegt, gaan we daar een motie over indienen. Dank u wel, voorzitter. Heel goed. Dan gaan we luisteren naar de heer Van Baarle van de fractie van DENK. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben in Nederland ontzettend veel records met elkaar bereikt in het afgelopen jaar. Alleen, voorzitter, dat zijn geen records waar we trots op moeten zijn. We hebben een record gezien als het gaat om de prijzen voor boodschappen. Waar mensen zien dat ze aan de kassa misschien wel 20%, 30%, 40% meer kwijt zijn voor hun wekelijkse boodschapjes. We hebben een record gezien als het gaat om de brandstofprijzen. Mensen werden gewoon totaal kapot gemaakt aan de benzinepomp en bloedden daar leeg. We hebben een record gezien als het gaat om de energieprijzen. Waarbij mensen gewoon in pure angst thuis de kachel uitlaten en bij kaarslicht hun dingen doen. Voorzitter, records waar dit kabinet onder leiding van Rutte niet trots op kan zijn. Niet trots op mag zijn. En voorzitter, waar het kabinet ook te weinig aan doet. Want ja, het klopt dat het kabinet een koopkrachtpakket heeft opgesteld van miljarden euro's. En het klopt dat we een minister van armoedebestrijding hebben. Maar voorzitter, is dat genoeg? Dat is het niet. Want 500.000 huishoudens, voorzitter. Met het bestaande beleid. 500.000 huishoudens koersen volgend jaar nog steeds af op betalingsproblemen. En dat zijn dus ontzettend veel mensen. Dat zijn meer dan 2 miljoen mensen die volgend jaar afkoersen op betalingsproblemen. En voorzitter, dan is die energietoeslag dus niet voldoende. Dan is dat koopkrachtpakket dus niet voldoende. Dan zijn die btw-maatregelen die het kabinet heeft genomen dus niet voldoende. Dan is dat kleine verhogingje van het minimumloon dus niet voldoende. Als 2 miljoen mensen volgend jaar afkoersen op betalingsproblemen, dan is het gewoon slecht. Dan is het beleid gewoon niet wat het zou moeten zijn. En voorzitter, ik zou dus ook graag daar een reactie op willen van de minister. Of zij gewoon kan toegeven dat het kabinet niet voldoende doet om de mensen in Nederland volgend jaar te behoeden voor armoede. Voorzitter, er is dus ook veel meer nodig. We moeten ervoor zorgen dat mensen niet zoveel kwijt zijn aan hun boodschappen. Door de btw op boodschappen te gaan verlagen. We moeten dat prijsplafond veel royaler gaan instellen, zodat mensen gewoon goed gecompenseerd worden voor hun energierekening en niet uit pure angst bij kaarslicht 's nachts thuis zitten.
Voorzitter, het is onvoldoende. En dit kabinet heeft records waar het niet trots op kan zijn. Voorzitter, in het commissiedebat dat we eerder voerden over armoede en schulden, stelde ik deze minister de vraag wat zij nou eigenlijk heeft tegen studenten. En dat bedoel ik beleidsmatig, niet persoonlijk. Ik kan me niet voorstellen dat de minister persoonlijk wat heeft tegen studenten. Want haar zoon is student, zegt ze. Dus dat zou ik de ministers persoonlijk niet willen aanmeten. Maar voorzitter, het beleid wat deze minister voert tegen studenten, dat verdient gewoon niet de schoonheidsprijs. Want waarom worden die studenten nou nog steeds uitgesloten van die energietegemoetkoming? Terwijl studenten niet zo heel erg lang geleden in Groningen de straat op gingen om te protesteren tegen het beleid van het kabinet en studenten aangeven: ik heb soms maar een paar tientjes over per maand waar ik van moet leven. En dan nog volharden, nog die studenten geen recht geven op die energietoeslag. En voorzitter, mijn vraag is waarom? Het gaat niet om een ontzettend groot bedrag dat we dan kwijt zijn. De fractie van DENK heeft bij de wetsvoorstellen die we vandaag bespreken dan ook amendementen ingediend om ervoor te zorgen dat de regering die energietoeslag wel moet gaan toekennen. Is de minister bereid om alsnog deze amendementen oordeelkamer te geven? Want voorzitter, als de MBO-raad en JOB onlangs aangeven, we zien dat studenten gewoon letterlijk uitvallen vanwege de armoede. Gewoon uitvallen bij een opleiding. We zien dat andere studentenorganisaties aangeven dat studenten het gewoon niet meer trekken om hun opleiding te doen. Dat ze enorm veel erbij moeten gaan werken omdat ze anders niet rond kunnen komen en geen tijd meer hebben voor hun studie. Dan is dit gewoon geen goed beleid. Voorzitter, wat heeft de regering wel gedaan? Een bedrag van 35 miljoen overgemaakt naar gemeenten. Voorzitter, het is te weinig, maar het is in ieder geval iets. Voorzitter, bij de begroting hadden de minister en ik eerder een debat over of dat bedrag van 35 miljoen nou terechtkomt bij die studenten die het nodig hebben. En de minister gaf aan, dat is een taak van gemeenten, daar wil ik geen toezicht op houden. Voorzitter, ik zou toch aan de minister willen vragen wat zij kan doen vanuit haar rol om te kijken of we met dat bedrag van 35 miljoen die studenten genoeg helpen. Of we weten welke criteria gemeenten daarbij stellen. Of we weten dat gemeenten dat geld überhaupt wel gebruiken om studenten te helpen. Want voorzitter, als een heel groot gedeelte van de Tweede Kamer vraagt aan deze minister om de energietoeslag toe te kennen aan studenten, de regering doet dat niet en komt met iets anders, dan verwacht ik op zijn minst van de minister een verantwoording dat wat de minister wel doet, dat dat voldoende soelaas biedt. Voorzitter, er is ook wat onduidelijkheid wat de fractie van DENK betreft. Want de regering heeft aan de ene kant een leidraad opgesteld bij de energietoeslag. En daarin staat dat studenten, dat de regering adviseert om studenten categorisch uit te sluiten van de energietoelage. Maar er zijn ook beleidsregels. En in die beleidsregels staat letterlijk, dit betekent dat we studenten en jongeren tot de 21 jaar niet uitsluiten voor de energietoeslag. En voorzitter, ik zou graag van de minister willen weten hoe dat verschil precies zit. Waarom gaan we in die situatie er wel vanuit dat ze categorisch worden uitgesloten en in die beleidsregels qua omstandigheden niet. Voorzitter, tot slot op het onderdeel studenten zou ik aan de minister willen vragen. Ik heb net een motie ingediend die specifiek ging over mbo-studenten. Maar wat kunnen we wel nog aanvullend? Als het gaat om breder budgetcoaches inzetten op onderwijsinstellingen. Als het gaat om niet alleen bij het mbo, maar ook bij de andere onderwijsvormen ervoor zorgen dat studenten toeslagen aanvragen als ze daar rechten op hebben. Belastingaangifte doen als dat in hun voordeel is. Voorzitter, ik zou de minister dus willen vragen, wat gaat zij vanuit haar portefeuille als verantwoordelijk minister voor het armoedebeleid doen om die groep te helpen? Voorzitter, tot slot. De fractie van DENK vindt het gevoerde beleid van het kabinet als het gaat om het helpen van de mensen in armoede onvoldoende. Hoewel de stappen die gezet worden te prijzen zijn, is het onvoldoende als volgend jaar nog steeds zo'n 2 miljoen mensen, 500.000 huishoudens afkoersen op betalingsproblemen. Dat moet voorkomen worden en daar is extra voor nodig. En voorzitter, de fractie van DENK zou nog steeds wensen dat deze regering studenten gewoon recht geeft op die energietoeslag. En daar heeft de fractie van DENK dus 2 amendementen voor. Voorzitter, ik moet ook in het kader van de huishoudelijke mededelingen u mededelen dat ik straks een commissiedebat moet doen, dus dat ik naar hoge waarschijnlijkheid af moet zien van mijn tweede termijn. Dat is een enorme klap voor dit debat. Maar u bent toch spiritueel bij ons aanwezig, omdat u uw 2 amendementen heeft ingediend en die zullen wij bespreken. Het woord is aan de heer Leon de Jong van de fractie van de PVV.
Voorzitter Hardendam, voorzitter. Wat is er voor deze minister nou nodig om in te zien dat het klaar is? Dat mensen het financieel echt niet meer redden? Dat vele Nederlandse gezinnen niet of nauwelijks nog de alsmaar duurder wordende vaste lasten zoals de boodschappen, de huur en de energierekening kunnen betalen? Dat de rek er echt uit is? Dat mensen direct extra financiële hulp nodig hebben? Hoe vaak moet ik in deze zaal herhalen dat er een sociaal drama aan het voltrekken is? Dat volgens Nibud bijna 3 miljoen huishoudens moeilijk kunnen rondkomen, worstelen met de vaste lasten. Dat 42% van de huishoudens in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met betalingsproblemen. Zoals het niet meer kunnen pinnen of een weigering van automatisch incasso. Dat zeker 50% van de huishoudens financieel kwetsbaar is. Dat zeker 620.000 huishoudens problematische schulden hebben. Maar voorzitter, hoe schokkend deze cijfers ook zijn, het zijn cijfers. Opgelezen van papier. De werkelijkheid is nog vele malen erger. Stap eens een keer echt die maatschappij in en kijk gewoon eens om u heen, zeg ik via de voorzitter tegen de minister. Ga eens bij de mensen thuis langs. Neem de tijd en praat eens met ze. Het is verschrikkelijk wat er gaande is. Wat ze nu allemaal moeten doorstaan. Vele Nederlanders in financiële stress. Nog maar 1 of 2 keer per week een paar minuten douchen. De kachel niet meer durven aanzetten. Letterlijk in de kou zitten. Voorzitter, mensen die maaltijden overslaan omdat ze niet meer genoeg geld hebben om iedere avond een warm bord eten op tafel te kunnen zetten. Het is echt verschrikkelijk. Voorzitter, de ernst is zo groot dat voedselbanken de vraag niet meer aankunnen. En dat zelfs het Rode Kruis in Nederland voedselpakketten uitdeelt en een gironummer heeft geopend om mensen in voedselnood te helpen. Hier in Nederland. Voorzitter, het is toch om je te kapot te schamen. Dit zou toch allemaal niet moeten mogen in een welvarend land als Nederland. Een land dat met 1.000 miljard euro... BBP nog nooit zo rijk is geweest, maar ondertussen niet in staat zou zijn om haar eigen mensen echt te helpen. Dat kan toch niet? En nu hoor ik de minister denken, we doen toch ook wat? We praten hier vandaag toch over 1300 euro energietoeslag? Ja, voorzitter, dat klopt. Maar waarom ziet de minister niet in dat wat ze doet echt veel te weinig is? Dat met al die zogenaamde steunmaatregelen de mensen thuis alsnog door het ijs zakken. Dat er dus meer nodig is. Dat deze 1300 euro onvoldoende is. Op de eerste plaats omdat deze minister slechts de ruimte geeft om deze toeslag alleen voor mensen beschikbaar te stellen tot 120% sociaal minimum. Dat betekent dat heel veel mensen buiten de boot vallen. Zoals een echtpaar van 76 en 73 jaar die ons onlangs mailde om te vertellen dat ze het financieel heel zwaar hebben. Alle financiële hulp keihard kunnen gebruiken. AOW en klein aanvullend pensioentje hebben en daardoor niet in aanmerking komen voor de 1300 euro energietoeslag. Wat doet dat met deze mensen? Nou, dat kan ik u vertellen, voorzitter. Ze voelen zich in de steek gelaten. Na een leven keihard werken leven ze nu zo sumier mogelijk. Kopen eten bij een winkel dat eten verkoopt dat net op of over de datum is. Zitten met dekens op de bank omdat ze de kachel heel laag hebben staan. Om de huur te kunnen blijven betalen gebruiken ze de spaarrekening waar geld op staat voor de begrafenis. Het huilen staat deze mensen nader dan het lachen. Het is echt verschrikkelijk. Maar ook een alleenstaande moeder die wij bezochten, die altijd keihard heeft gewerkt en nu financieel niet meer rondkomt. Deze mevrouw, gewoon een fulltime werkende mevrouw, komt ook niet in aanmerking voor die 1300 euro. Simpelweg omdat ze een paar tientjes te veel aan inkomen heeft. Ondertussen is haar koelkast leeg en haar huis steenkoud. De minister kent deze twee verhalen, want ik heb deze ook tijdens de begrotingsbehandelingen aan haar voorgelegd. Maar waarom heeft de minister daar dan niet gelijk op gehandeld? Deze verhalen staan namelijk niet op zichzelf. We krijgen dagelijks vele berichten dat mensen buiten de boot vallen voor deze regeling. De minister moet dus echt vandaag in actie komen. Waarom stelt ze de energietoeslag niet gewoon beschikbaar voor mensen tot een inkomen van 140% sociaal minimum, in plaats van de huidige 120%? Dat zou deze mensen echt enorm helpen. Mijn oproep is dan ook om die energietoeslag op terugwerkende kracht beschikbaar te stellen voor huishoudens tot 140% sociaal minimum. In Rotterdam doen ze het al. Voorzitter, vraag ik aan de minister, doe dat dan ook. Maar voorzitter, wat ook enorm zou helpen is als die 1300 euro direct beschikbaar zou zijn. Volledig. Dus niet alleen die 500 euro, maar helemaal. Mijn oproep is dan ook om die 1300 euro direct beschikbaar te stellen en voor 2023 te komen met een nieuwe energietoeslag. Maar voorzitter, dan moet de gemeente dit natuurlijk wel kunnen. En hoe staat het met de uitvoering van die 500 euro? Ik lees in de krant bijvoorbeeld dat het Nijmegen niet lukt om de 500 euro in december beschikbaar te stellen. Hoe zit dat? Zijn er meer gemeenten waar dit het geval is? Zo ja,
Om hoeveel gemeenten gaat het en wat gaat de minister doen om dit op te lossen? En hoe zit het met die gesloten loketten? Zijn deze inmiddels al heropend? Want de minister kan wel zeggen dat de toeslag overal beschikbaar is, maar als de toeslag lastiger is dan nodig om te bereiken, dan bereiken we er dus ook minder mensen. Terwijl we juist meer mensen moeten helpen. Graag een reactie. Voorzitter, ik rond af. De mensen thuis redden het echt niet meer. Er is echt veel meer nodig. Vanochtend heb ik opnieuw voorstellen gedaan om de energie op boodschappen te verlagen naar 0%, de energiebelasting te verlagen naar 0%, de huren te verlagen, het eigen risico af te schaffen. Ook hebben we voorstellen gedaan om meer mensen gebruik te kunnen laten maken van het energieplafond. En zojuist heb ik hele redelijke voorstellen gedaan om de €1300 voor meer mensen beschikbaar te stellen. We hebben ontelbare koopkrachtvoorstellen gedaan, maar keer op keer werden ze verworpen. Nadat ze werden ontraden door deze minister. Voorzitter, ik roep de minister op om daarmee te stoppen. Te stoppen met al die mensen in de steek te laten. Te stoppen het mensen onnodig nog moeilijker te maken. Een minister voor armoede zou mensen juist uit de armoede moeten halen en ze dus niet verder in moeten drukken. Kom vandaag dus nog met meer financiële hulp. Het is echt keihard nodig. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Volgende spreker is mevrouw Katman van de Partij van de Arbeid. Ja, dank voorzitter. En ik spreek vandaag ook namens Senna Matoeg van GroenLinks. En waarom is ze er dan niet? Ze is ziek thuis. Ik wens haar ongelooflijk veel beterschap en is ook de aanvrager van dit debat. Want dit onderwerp gaat haar aan het hart. En ik wens ook de minister beterschap. En ik hoop vooral een rustige kerstvakantie. Maar de minister kennende, het zal ze wel weer doorgaan. Met mevrouw Matoeg voor haar ziektebed ben ik gestart met een tour door Nederland. Die heet Aan de Bak. En dat kwam omdat, ik heb het hier ook al eerder gemeld, toen we debat hadden over die armoede in Nederland die je nu ziet. Ik ben een kind van de jaren 80. Ik kreeg kinderen in de financiële crisis. Ik was wethouder wijken toen de coronacrisis begon. Maar wat ik nu om me heen zie, heb ik gewoon nog nooit meegemaakt. De voorbeelden die de heer De Jong net oplepelde, al onze mailboxen zitten vol. In één week krijg ik mensen die zeggen, joh, ik heb hier een jongen van 21, die slaapt al 3 weken in een kelderbox ergens in Rotterdam-Zuid. Wat kunnen we voor deze jongen doen? Die loopt alle loketten af, alle hulporganisaties af. En of de computer zegt nee, of hulporganisaties zeggen, we weten het ook niet meer. We hebben wachtlijsten, we hebben geen woonruimte. Het lijkt wel alsof eigenlijk iedereen een beetje door de bodem is gezakt. En iemand anders kwam bij me, die zei, ja, ik loop over straat. Een man vroeg aan mij, ik heb honger. Nou, ik ging net eten, ik neem hem mee. Het verhaal is dat hij zich overal meldt voor opvang, nergens terecht kan en vervolgens bij een gemeente een intakegesprek krijgt. Ja, u kunt over 2 weken terugkomen. Zorg dat u uw idee meeneemt en dat u op tijd bent. En dan gaan we eventjes checken of u wel dakloos bent. Die man vroeg gewoon een bed en eten, want die had gewoon honger. En zo zijn er heel veel gevallen. En daarom die Aan de Bak-tour, om te kijken hoe het nou beter kan. Hoe krijgen we nou die systeemwereld en die echte wereld waar mensen in leven beter op elkaar afgestemd? Want dat koopkrachtpakket van het kabinet is hartstikke mooi. Die energie toeslag is natuurlijk een ongelooflijk gebaar, maar je ziet steeds meer dat het niet landt op die plekken bij die mensen die het allerhardst nodig heeft. Want met een hele grote groep gaat het wel goed, maar juist die groep die overheid het allerhardst nodig heeft, daar komt de hulp niet aan op de manier die we zouden willen. En dat komt ook omdat die lokale overheden gewoonweg te weinig geld hebben om de mensen te helpen die ze zouden willen helpen. En zoals we hier ook altijd weten, het piept en het kraakt in de uitvoering. Bij alles wat wij willen of groep mensen die wil helpen, zelfs het kabinet zegt, dat zouden we ook willen. Maar ja, De uitvoering. En daar heb ik wel een vraag over aan de minister. Want als je nu het maatschappelijk middenveld spreekt, de hulporganisaties, bedrijven, noem maar op, die zeggen eigenlijk allemaal, denkt u dat het nu erg is? Nou, wacht maar, februari. Dan zien wij voor ons dat die grote golf echt komt. Dan staan we hier misschien weer over toeslagen te praten. En dan staan we weer met ministers die zeggen, wij willen die mensen ook helpen. Weer wethouders te spreken, wij willen die mensen ook helpen. Maar de uitvoering. En de vraag is dan ook, wat heeft het kabinet concreet aan maatregelen op dit moment ingezet om ervoor te zorgen dat wij straks
hier weer staan over toeslagen, als mensen weer door de bodem zakken, om dat antwoord, het kan niet in de uitvoering, zoveel mogelijk te minimaliseren. Dat zou ik echt vandaag van de minister willen horen. En behalve in die uitvoering zie je ook dat het misgaat met die grote verschillen in steden. Hoe het bij mensen landt. Want die 1300 euro, daar wordt altijd maar gedacht alsof dat een soort van toegevoegd kan worden aan buffers. Of dat dat op een spaarpotje kan, of dat mensen dat apart zetten. Er zijn geen spaarrekeningen meer. Deze mensen hebben negatief inkomen. Dus die 1300, dat gaat een zwart gat in. Dus nu, energietoeslag, bedankt, super. Maar wat nu? Wat is het plan na die energietoeslag voor al die mensen die dat gewoon in een bodemloze put hebben zien staan? Ook zie je, zag ik ook bij mij in Rotterdam, inderdaad, zo'n loket wordt gesloten, maar je ziet op heel veel plekken zeggen gemeenten, geen zorgen, we doen er werkelijk maar alles aan, zodat dat laatste restje mensen die nog recht heeft op die toeslag ook krijgt. Maar wat zie ik dan bij mij op de markt? Juist die migrantenouderen die dat geld het allerhardst nodig hebben, ja, die worden aangesproken door mensen in gemeentehesjes. In een taal en op een niveau die ze totaal niet begrijpen. Dus juist ook weer die aansluiting in communicatie. Hoe gaan we daarmee om? Want dat zijn juist die mensen die we straks op straat vinden, gewoon in prullenbakken op zoek naar eten. En dan wat al eerder is aangestipt over dat 120% van het sociaal minimum wat die energietoeslag krijgt. Dat is gewoon ontoereikend en ook oneerlijk. Er zijn gemeenten die zeggen, ja, wij gaan voor 110 of voor 115%. En dan zegt, dit kabinet, ja, maar ja, dat is maar een gering aantal die daarvoor kiest. Maar dat gering aantal, ook al is dat een gering aantal, voor die dat kleine aantal gezinnen dat treft, betekent dat dus of heel slecht eten, of geen eten, of kinderen zonder ontbijt. En de vraag is dan ook, wat kan het kabinet dan doen voor die groep die daar buiten valt? Hoe zorgen we dat we die vinden en dat die gewoon naar hulp doorverwezen worden? En daarom vraagt de PvdA ook, zoals zoveel hier al hebben gedaan, doe één generieke maatregel voor die voor iedereen gewoon geldt en ga dan in ieder geval uit, nou, wij zeggen dan tenminste 130% van het sociaal minimum, zodat de verschillen niet zo ongelooflijk groot zijn. En dan de studenten. De heer Van Baarle heeft er al uitgebreid over gehad. We hebben het er in de zomer ook al over gesproken. Toen was het nog heel warm. Inmiddels is het ongelooflijk koud. Er komen duizenden meldingen binnen van studenten die energiekosten niet meer kunnen betalen. En dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Dat is het idee. Maar daarvoor moet je dus eerst maximaal aan bijlenen. Dan moet je dus eerst in de schulden steken voordat je die energietoeslag krijgt. En dan hebben we hier juist weer allemaal debatten gehad. Oh ja, vooral die jongeren, vooral die studenten. Ja, die moeten we niet in de schulden hebben. Maar ondertussen is dan het plan, steek je maar in de schulden, dan krijg je die toeslag. Dus mijn vraag aan de minister is of ze ervoor wil zorgen dat in het kader van de energiecrisis er een uitzondering gemaakt kan worden op het bestempelen van de studiefinanciering als voorliggende voorziening in de zin van de participatiewet, om te voorkomen dat studenten eerst meer schulden moeten maken voordat ze hulp krijgen. En dan de studenten die maximaal bijlenen en dus in theorie in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, die moeten eerst aantonen dat ze met hoge energiekosten te maken hebben, bijvoorbeeld door een contract met naam. Iets wat heel veel studenten niet hebben. En hoe gaat de minister ervoor zorgen dat studenten die krom liggen om de energierekening te betalen, de bijzondere bijstand uitgekeerd krijgen, ook als ze geen eigen contract hebben? En dan de uitvoering. Ik zei het er net ook al, maar dat geldt voor de studenten ook. De Partij van de Arbeid krijgt signalen uit studentensteden die, als het al deze noodlijdende studenten wel gaat lukken om bijzondere bijstand aan te vragen, de uitvoering vastloopt en budgetten niet toereikend zijn. En de Partij van de Arbeid pleit dan ook om studenten recht te geven op de energietoeslag volgens dezelfde eisen als alle andere Nederlanders die hier aanspraak op maken, en te stoppen met het maken van een onderscheid dat ook de rechter onrechtmatig heeft verklaard. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer De Kort van de VVD. Ja, dank voorzitter. Ja, we hebben in deze Kamer en ook in commissieverband plenair al een aantal keer gesproken over deze energietoeslag, maar toch zijn er nog een aantal kritische vragen zojuist ook gesteld en ik heb ook nog een aantal vragen.
Ook kritische vragen. Maar ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om toch ook een compliment uit te delen. Want het kabinet heeft in deze ongekende tijd, in een mum van tijd, een maatregel ingesteld die heel gericht naar de minima is gegaan. En Poetins oorlog en de huidige inflatie, die niet te voorspellen waren, ja, die hebben gevolgen voor iedereen. En met name de minima moet niet door het ijs zakken. We willen acute problemen voorkomen. En daarom is onder andere die energietoeslag ook ingesteld. Als ik kijk naar de beantwoording in de voorbereiding op dit wetsartikel, dan lees ik dat er enkele gemeenten zijn die niet tot de 120% zouden hebben uitgekeerd van het sociaal minimum. Terwijl er verder eigenlijk niet meer over gesproken wordt. Dus ik vraag me af, om welke gemeente gaat het dan? Om hoeveel gemeenten gaat het? En is dit al gecorrigeerd? Heeft de minister daar al contact over gehad? Is inmiddels in al die gemeenten wel uitgekeerd tot die 120% van het sociaal minimum? En als dat niet het geval is, wat gaat de minister eraan doen om dat alsnog te corrigeren? Verder kwam er gisteren nog een brief binnen over de kwijtschelding in relatie tot de vermogenstoets voor gemeente- en waterschapsbelastingen. Wanneer iemand een minima de 1300 euro opspaart om op safe te spelen voor de eindafrekening, om die te voldoen, kan dat gevolgen hebben, staat in die brief, voor die toets. En volgens mij moet dat niet de bedoeling zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt. Ze geeft in die brief aan dat ze op zoek is naar een oplossing. Maar ik zou dan ook graag echt een termijn horen en ook een oplossingsrichting daarin willen zien. Dan nog het punt van de chronisch zieken, wat ook al een aantal keer hier in de Kamer is besproken. De zorgverzekeringswet, de zorgverzekeraars bieden daarin een oplossing. Ook de wet langdurige zorg, maar dat dreigt toch nog een deel tussen wal en het schip te vallen. En volgens mij is juist het energienoodfonds of het tijdelijke energienoodfonds ingesteld om oplossing te bieden. In de brief van het kabinet wordt dit als mogelijkheid beschouwd, maar die groep moet juist vanwege ook de medische noodzaak voor hoog energieverbruik daaronder kunnen vallen. En graag ook een reactie daarop van het kabinet. Tot zover mijn bijdrage. Er staat nog een interruptie op u te wachten, dat is de heer De Jong. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, de mensen thuis redden het echt niet meer. Ze kunnen hun boodschappen niet meer normaal doen. Energierekening schiet de lucht in. Zitten thuis koud, lege koelkast. Het is echt dramatisch wat er thuis gebeurt. En nu is er een energietoeslag en die is alleen beschikbaar voor mensen tot 120% sociaal minimum. Maar als ik kijk naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam, dan hebben die uit eigen middelen het al opgeplust. Omdat namelijk heel veel mensen anders buiten de boot zouden vallen. Is de VVD-fractie ermee eens dat die 120% te laag is? En is ze het er ook mee eens dat dat zou moeten worden verhoogd? Nee, de VVD-fractie begrijpt heel goed die grens van 120% van het sociaal minimum. Omdat dat ook aansluit bij het overgrote deel van die 344 gemeenten en het minimabeleid. En daarbij zijn er ook nog allerlei andere maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld de verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. Bijvoorbeeld de 100 miljoen voor schoolontbijt, schoollunches. Dus het is niet zo dat die energietoeslag de enige maatregel is die aan de onderkant plaatsvindt. En als het dan gaat over die gemeenten die daarin verder willen gaan, dat vind ik een democratische keuze zoals ook in het Huis van Thorbecke hebben ingericht. En wat die gemeenteraad ook zelf kunnen besluiten. Voorzitter, dat is gewoon noodzaak. Dat is grote noodzaak. Dat is niet omdat ze er lol in hebben dat ze in Rotterdam naar 140% sociaal zouden moeten gaan of zijn gegaan. Dat heeft te maken met dat ze zien dat hun inwoners kapot gaan. Gewoon financieel kapot gaan. En nu hebben wij hier de mogelijkheid, landelijke politiek, om te zeggen, als we in zo'n grote stad als Rotterdam zien dat het fout gaat, hè, met de middelen die wij ze geven, dan gaan we ze helpen. En dan gaan we voor de rest van alle andere gemeentes, gaan we er ook voor zorgen dat ze voldoende middelen hebben. Zodat we die inwoners van die gemeentes niet kapot laten gaan. En de VVD-fractie, ik haal ze inderdaad heel vaak door elkaar, die zegt gewoon keihard nee. Terwijl het heel erg dramatisch is wat er thuis gebeurt. En ik snap niet waarom de VVD-fractie dat gewoon simpelweg tegenhoudt. Terwijl die gemeentes juist aangeven dat ze meer middelen nodig hebben. Realiseert de VVD-fractie dat ze die mensen en die gemeentes keihard in de steek laat?
Kijk, Poetins oorlog en die inflatie, die hebben heel veel gevolgen. En dat is voor iedereen merkbaar. En ook de VVD spant zich ervoor in om te voorkomen dat mensen in acute problemen raken. En daarom uit noodzaak kiezen wij ervoor om het wettelijke minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen te verhogen. Uit noodzaak hebben we de BTW en de accijns op energie en gas met 6,5 miljard verlaagd. Uit noodzaak is deze energietoeslag er. Komt het energieplafond eraan? Gaat er 190 euro naar iedereen voor energiecompensatie? Dus de VVD doet wel degelijk wat nodig is om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken. Heel kort. Nee, voorzitter, dat doet de VVD-fractie helemaal niet. Ze verschuilt zich achter een oorlog, terwijl in 2021, ver voor de oorlog, de mensen het al niet meer redden. Dat het toen al, ik weet niet hoeveel mensen waren met energiearmoede, dat ze hun rekeningen toen al niet konden betalen, de boodschappen toen al niet konden betalen. En die mensen zijn alleen nog maar verder het moeras ingeduwd. En het probleem is daarvan dus, is dat de problemen rondom problematische schulden, armoede, worden alleen maar groter door de VVD die het tegenhoudt om die mensen echt te helpen. Dus mijn laatste oproep is alsnog, stap over je eigen schaduw heen. Verschuilt u zich niet achter die oorlog de hele tijd. Het is de VVD-fractie zelf die onze eigen mensen keihard in de problemen helpt, door ze niet meer te helpen dan wat kan. Steun alsjeblieft een maatregel om, als het gaat om die energietoeslag, die gewoon op 140% te zetten. Doet u dat niet, dan laat u miljoenen mensen keihard in de steek en zou ze ervoor kapot moeten schamen. Nou, voorzitter, kijk, iedereen die in armoede leeft, zeker ieder kind in armoede, is er één te veel. En dat deel ik ook met de heer De Jong. En juist door dit ongekende maatregelenpakket daalt de armoede, zeker aan die onderkant van de minima, van 9,2 naar 6,9%. En dat zegt macro, macro zegt dat iets. Ik begrijp dat dat micro, en wanneer je daarmee te maken hebt, dat dat heel heftig kan zijn. Ook ik ga op werkbezoek en spreek mensen. Maar daarom is het ook goed dat we meer geld uittrekken voor de voedselbank. Dat we, en ik kan weer het hele rijtje opsommen, dat we die maatregelen treffen. En dat doen we ook niet voor niets. En dat doen we ook met de steun van de VVD. De heer Van Kent. Dank, voorzitter. De VVD somt hierop wat het kabinet doet. Maar tegelijkertijd zien we dat het Rode Kruis geld aan het inzamelen is. Niet voor de gevolgen van een tsunami of gevolgen van een aardbeving of een hongersnood in een land hier ver vandaan. Nee, voor de hongersnood in Nissewaard of in Zaltbommel. Schaamt de VVD zich niet? Schaamt de VVD zich niet dat zij met de kabinetten Rutte het land tot op dit toch wel een punt waar we ons voor moeten schamen heeft gebracht? Ja, ik ga in herhaling vallen, maar niemand had kunnen voorzien wat er is gebeurd. En daarom is dit ongekende pakket van zo'n 40 miljard. En er wordt hier de indruk gewekt alsof er niks gebeurt. 40 miljard, meneer de voorzitter, wil ik via u naar meneer Van Kent zeggen, is veel. En het overgrote deel van die maatregelen komt juist terecht bij zij die het hardst nodig hebben. De energietoeslag, de verhoging van het WML, de daaraan gekoppelde uitkeringen en nog veel meer. En ik denk ook dat dat noodzakelijk is en dat het goed is dat we dat doen. Zo kijk ik daarnaar. Ja, voorzitter. Ziet de VVD dan werkelijk waar niet wat de noden zijn in het land? Ziet de VVD nou niet dat die rijen bij de voedselbank langer aan het worden zijn? Dat mensen noodgedwongen spaghetti met frikandellen eten, rijst met knakworsten eten, omdat ze geen gezond eten kunnen kopen in de winkel? Ziet de VVD niet dat dat het gevolg is van politieke keuzes? Dat het hartstikke goed gaat met zij die heel veel geld hebben in Nederland? Met de aandeelhouders, met de ondernemers die dikke winsten opstrijken. En tegelijkertijd dat in het land mensen simpelweg in de kou zitten en geen goed eten kunnen kopen. Als de VVD dat ziet, maar daar niks aan doet, dan accepteert de VVD toch dat die bittere armoede er is. Dan accepteert de VVD toch dat kinderen in armoede opgroeien. Dan accepteert de VVD toch dat mensen na een heel lang leven gewerkt te hebben in bittere armoede thuis in de kou zitten. Ja, ik bestrijd dat er niks gebeurt. De uitkeringen die gaan omhoog per 1 januari. In de mum van tijd, en dat is echt een compliment waard, is energietoeslag 1300 euro na die minima uitgekeerd. En die gaat volgend jaar ook weer uitgekeerd worden. En daarbij, dit doen we nu. Dit is nu nodig in deze ongekende tijd. Maar de manier om echt uit de armoede op de lange termijn te komen is werk. En we moeten erop inzetten dat mensen meer begeleid worden, meer ondersteuning krijgen, zodat ze werk kunnen vinden en uiteindelijk ook zelfstandig kunnen zijn. En dat is waar de VVD voor gaat. Ja, de heer De Kort klets uit zijn nek. Want werk is helemaal niet
de oplossing om uit de armoedesituatie te komen. Sterker nog, er zijn steeds meer mensen die werken en niet rond kunnen komen. Simpelweg omdat de lonen te laag zijn en de prijzen te hoog zijn. Dus zolang de VVD accepteert dat die energieprijzen zo hoog zijn, dat daardoor de accijnsinkomens voor de overheid hoger zijn dan ooit tevoren. Zolang de VVD accepteert dat die werkgevers in Nederland veel te weinig loon betalen, namelijk doordat het minimumloon veel te laag is en ook met veel te weinig omhoog gaat, ja, accepteert de VVD dat mensen ook die werken in armoede leven. En dat is een schande. Ja, dit ben ik niet eens, meneer Van Kent. Het WML gaat omhoog, dat zal ook een opduwende werking hebben voor de overgelonen. Daarnaast doen we ook het een en ander aan de inkomstenbelasting, aan de arbeidskorting. Collega Smals heeft verschillende initiatieven en vragen gesteld over de marginale druk. Dus wij verschillen daarover van mening. En dat er dingen beter kunnen, dat kan altijd. En daarover ga ik graag ook met de heer Van Kent onder andere in de SZW-commissie in debat. De heer Van Baarle, ik dacht dat u weg was, meneer Van Baarle. Ja, voorzitter, om 2 uur. Oh, dan kunnen we nog even. Dus u kunt nog even van mijn aanwezigheid genieten. Heerlijk, ga u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, mensen in het land trekken het niet meer. We zien de schrijnende verhalen van mensen die hun boodschappen niet meer kunnen betalen. Mensen die bij kaarslicht thuis zitten, de verwarming niet aandoen. En voorzitter, we horen hier een VVD, de heer De Kort, die eigenlijk trots is op wat het kabinet doet. En voorzitter, als het Centraal Planbureau doorrekent dat met alle koopkrachtmaatregelen die het kabinet neemt, inclusief het prijsplafond, alles, en nog steeds in het beste scenario 500.000 huishoudens volgend jaar afkoersen op een betalingsrisico. Dus 2 miljoen mensen ongeveer in Nederland gewoon hun dingen niet meer kunnen betalen. Hoe kan de heer De Kort dan volhouden dat het voldoende is wat het kabinet doet? Dan is dat toch volstrekt onvoldoende wat het kabinet doet? Ik heb al aangegeven dat we echt in ongekende tijden leven. En dat er een knappe prestatie is dat wat het kabinet heeft opgetuigd, hè, met deze energietoeslag waar we het nu over hebben, in samenwerking met die 344 gemeenten in een mum van tijd heel gericht de minima bereikt zijn. En dat er daarnaast ook nog allerlei andere maatregelen, denk aan het energieplafond, denk aan de 190 euro energiecompensatie, het verlagen van B2 en accijnzen, allemaal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen niet door het ijs zakken en acute problemen voorkomen worden. Dat vind ik een compliment waard. En dat er dingen beter kunnen, ja, daarover spreken we iedere dag met elkaar. Ja, voorzitter, op welke planeet leeft de heer De Kort? Voorzitter, 500.000 huishoudens volgend jaar, 2 miljoen mensen die gewoon op armoede afkoersen. En de heer De Kort die staat daar hier een beetje te zeggen, ik geef het kabinet complimenten. En ik vind het allemaal zo knap. Voorzitter, de heer De Kort die zou tegen het kabinet moeten zeggen, hoe kunt u dat accepteren dat er nog steeds 500.000 huishoudens volgend jaar tegen betalingsproblemen aanlopen? Waarom is de heer De Kort hier alleen maar bezig met een soort wereldvreemde lofzang op het kabinet en complimenten aan het uitdelen en weigert hij te onderkennen dat er volgend jaar gewoon nog meer dan 2 miljoen mensen in de problemen komen? Ziet de heer De Kort dat wel? Of is de heer De Kort vervreemd van de samenleving? Nou, dat laatste zeker niet, meneer de voorzitter. Ik heb een compliment gemaakt en ik denk ook terecht. Maar ik heb ook een aantal kritische vragen gesteld. We hebben hiervoor het debat armoede en schulden gehad. U heeft het over betalingsproblemen. Daarom heb ik zojuist ook een motie ingediend over de AVG die te vaak in de weg zit. We willen voorkomen, we willen vroeg signaleren, zodat mensen tijdig geholpen kunnen worden. En daarbij het hele pakket, en ik hoef het niet nog een keer te herhalen, de verhoging van de uitkeringen, de energietoeslag, noem het maar op, is heel gericht juist voor die minima, omdat we willen voorkomen dat ze verder in de problemen raken. Kort. Ja, maar voorzitter, dat pakket is dus niet genoeg. Dat laten de cijfers zien. 500.000 huishoudens, meer dan 2 miljoen mensen, nog steeds koersen volgend jaar af op betalingsproblemen, op armoede. En dan kan de heer Kort hier zeggen, ja, ik heb een motie ingediend die mensen moet helpen als ze in de schulden komen. Nee, voorzitter, we moeten voorkomen dat we die mensen de schulden in helpen. Ja. Dus voorzitter, is de heer De Kort bereid om aan het kabinet te vragen dat ze extra moeten doen? Niet alleen nu, maar ook volgend jaar om ervoor te zorgen dat mensen gewoon hun rekeningen kunnen betalen. Want dat moeten wij als politici doen. Ja, we zorgen dat mensen hun leven kunnen betalen. Nou, juist door het maatregelenpakket, wat zich op het overgrote deel richt op de mensen die het moeilijkst hebben, de minima, daalt de armoede.
En nogmaals, macro zegt dat van alles, maar voor iedereen in armoede is dat er één te veel. Maar daarvoor hebben we juist de gemeente ook keihard nodig, hè, als eerste overheid die veel dichter bij de burgers staan, om gericht te helpen. Nou, die vraag wil ik ook aan het kabinet stellen. Hoe kunnen we gemeenten nog meer in positie brengen? Maar ik vind wel, nogmaals, dat er heel veel gebeurt. En dat er ook echt in een ongekende tijd een ongekend maatregelenpakket vrij gericht is ingezet. Mevrouw Katman. Ja, voorzitter, ik zou van de VVD willen weten of de VVD ervan op de hoogte is dat ze zich baseert op oude cijfers. Dat het CPB inmiddels heeft aangegeven dat het aantal kinderen in armoede weer gaat stijgen. Die cijfers die heb ik dan niet. Dan ben ik benieuwd naar die cijfers. De inflatie neemt inmiddels ook weer af. En nogmaals, het gaat mij erom dat we gerichte maatregelen treffen, juist voor de mensen die het moeilijkst hebben. Nou, er gebeurt ook het meest voor de minima. Daarnaast hebben we ook nog heel veel maatregelen voor de middenklasse, want ook die groep heeft het steeds zwaarder. En dat is waar de inzet van de VVD op gericht is. Voorzitter, dan ben ik in ieder geval ongelooflijk blij dat de VVD die maatregelen zo van belang vindt. Om die armoede die dus wel gaat toenemen in ieder geval te tackelen. Vindt de Partij van de Arbeid dan ook de VVD aan haar zijde? Als de Partij van de Arbeid ervoor strijdt dat die bezuinigingen die mogelijk in de lucht hangen, in ieder geval niet gaan gebeuren als we het hebben over schulden- en armoedebeleid. Wat de VVD vindt is, en dat heeft collega Heijnen ook eerder aangegeven, is dat we moeten stoppen met meer uitgeven. En ik ben slechtziend, ik ben niet helderziend, maar wat heel belangrijk is voor de keuzes die we daarin gaan maken, is ook wat in de toekomst de ontwikkelingen zijn. Ik weet niet wat er gaat gebeuren rondom Poetins oorlog, wat de koopkracht, de loonontwikkelingen zijn voor volgend jaar. Dat is het moment om keuzes te maken. De VVD vindt wel dat we nu moeten doen wat nodig is om te voorkomen dat mensen, met name aan de onderkant, maar ook de middenklasse, verder in de problemen komen. En daarbij de manier om uit armoede te komen voor de lange termijn is, en daar had ik het met de heer Van Kent al even over, is een baan, is zelfstandigheid, wanneer dat mogelijk is, met de juiste begeleiding en voorzieningen. Heel kort afrondend. Ja, voorzitter, dat was niet een antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, vindt de Partij van de Arbeid, de VVD, aan haar zijde geen bezuinigingen op armoede- en schuldenbeleid? En dan is het antwoord niet, we moeten stoppen met uitgeven, want ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn, 500.000 heeft de heer Van Baarle mij net geleerd, die heel graag wat meer zouden willen uitgeven. Nee, de VVD die vindt dat we daar op het moment wanneer de keuze zich voordoet, dan weten we pas wat de inflatie, de koopkracht en loonontwikkelingen zijn. En dat is het moment om die keuze te maken. Wat we moeten doen, in ieder geval om al mee te beginnen, is stoppen met meer uitgeven. Want we blijven meer uitgeven en dat moeten we zeker niet doen in deze tijd. Prima. Dank u wel. We hebben nog 3 sprekers te gaan voor de lunch. En ik geef graag het woord aan mevrouw Pot van de fractie van D66. Dank u wel, voorzitter. De energietoeslag is voor de laagste inkomens een belangrijke steun om de energierekening te kunnen betalen. En ook volgend jaar zal deze weer uitgekeerd worden. Mijn grootste zorg blijft dat niet iedereen die er recht op heeft deze toeslag goed weet te vinden. En daarom vraag ik de minister, hoeveel procent van de mensen die het nodig hebben of mensen die er recht op hebben, heeft nou de energietoeslag uiteindelijk aangevraagd? En hoe gaat de minister ervoor zorgen dat dat aantal het komende jaar omhoog gaat? Want ik deel de zorg wel van veel collega's hier in de Kamer. Het was altijd al lastig natuurlijk om mensen te bereiken die dit het hardste nodig hebben. En dat is nu misschien wel urgenter dan ooit. Voor studenten is de ondersteuning in de energiekosten georganiseerd via de individuele bijzondere bijstand. En dat moet een toegankelijk alternatief zijn voor de energietoeslag. Van de zomer heb ik de minister opgeroepen, houd in de gaten of studenten die ondersteuning inderdaad weten te vinden en of gemeenten uitkomen met het budget. Vorige week begreep ik dat het voor de minister lastig is inzicht te krijgen in de aanvragen die specifiek van studenten komen. En dat begrijp ik. Dat is niet eenvoudig in kaart te brengen omdat gemeenten doelgroepen nou eenmaal niet bijhouden. Maar in samenspraak met universiteiten en studentenorganisaties moet het toch mogelijk zijn om een idee te krijgen van of waar dit nu knelt. Dat was een ingewikkelde zin. En om zo nodig actie te ondernemen. Graag een reactie. Een vraag van de heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Weet mevrouw Pot, die namens D66 spreekt, hoeveel procent van de uitwonende studenten aangaven
En dan hebben we het al voor de huidige problemen. Aangaven maandelijks niet rond te kunnen komen. En hoeveel geld ze maandelijks tekort hadden. Nee, voorzitter, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, voorzitter, dat was 34% van de uitwonende studenten. En die kwamen gemiddeld €225 per maand tekort om rond te kunnen komen. En voorzitter, deze regering die maakt een bedrag over van 35 miljoen naar gemeenten. Als we 34% nemen van de uitwonende studenten, dus die groep die aangeeft niet rond te kunnen komen, al voor deze problemen, en we vergelijken dat bedrag van 35 miljoen daarmee, dan geven we deze studenten €250 per student. Voorzitter, iets meer dan het bedrag dat ze al tekort kwamen voor de problemen met de energierekening. Voorzitter, op grond daarvan kan mevrouw Pot namens D66 toch alleen maar aangeven dat wat deze regering doet, namelijk die individuele student €250 per persoon geven, gewoon een totale fooi is. Nou, voorzitter, er moeten even een paar dingen uit elkaar gehaald worden. Allereerst is het natuurlijk niet zo dat studenten €250 per persoon krijgen. Wat we hebben gedaan is een maatwerkoplossing geregeld voor studenten. Ik vind dat ook heel belangrijk, omdat de oplossing die DENK voorstaat is alle studenten energietoeslag geven. Dat lijkt me geen goede oplossing. Daar hebben we ook al eerder debatten over gehad. En heb ik ook uitgelegd waarom ik dat vind. Ik vind dat we dit soort geld heel gericht moeten inzetten. Ik heb zelf destijds in een studentenhuis gewoond met 18 personen. Nou, wij hadden het enige gevonden om allemaal €1300... te krijgen. Maar ik denk niet dat dat een goed idee was. En ik denk ook dat dat nu geen goed idee is. Dus ik denk dat het goed is om te zorgen dat we dat gericht uitgeven. En dat betekent dat sommige studenten misschien niet in aanmerking komen. En de studenten die het echt nodig hebben, dat die het krijgen. Ja, voorzitter. De fractie van DENK en de fractie van D66, die verschillen inderdaad van mening. Namelijk, wij vinden dat je studenten niet moet uitsluiten van die energietoeslag. D66 vindt dat je ze wel moet uitsluiten. Dat mag duidelijk zijn. Voorzitter, dan is er nu door de regering een andere oplossing gekomen. Namelijk, we gaan gemeenten een bedrag overmaken. Dat bedrag is 35 miljoen. Als we dat bedrag afzetten tegen het aantal studenten dat al aangaf problemen te hebben voor de energietoeslag, uitwonende studenten, dan is dat €250 per student. Nogmaals de vraag. Die studenten die kwamen al €225 tekort. Dat is alleen maar erger geworden. Per maand. Ja. En u geeft ze €250 voor een heel jaar. Dan is dat toch te weinig. Kan D66 op zijn minst aangeven dat dat bedrag van 35 miljoen... wat naar gemeenten gaat, omhoog moet, omdat het een schijntje is? Nou, voorzitter, dan moeten we het nog even heel precies zeggen. Wat D66 zegt is inderdaad, wat ons betreft, hoeft de energietoeslag niet naar studenten. Maar, dat weet de heer Van Baarle ook heel goed, vanaf het begin af aan hebben wij gezegd dat er een oplossing moet komen voor de studenten die dat nodig hebben. En volgens mij delen we dat ook met elkaar. Ik denk niet dat het afhangt van het labeltje wat er aanhangt. Het gaat erom dat mensen geholpen worden. En dan is de vraag, is het genoeg? Is de vraag die wij ook al maandenlang bij deze minister neerleggen, waar we ook moties over hebben ingediend, waar we debatten over hebben gehad. En iedere keer, ook nu weer, dat hebt u net gehoord, vraag ik deze minister, is het genoeg? Komen gemeenten ermee uit? Gaat het goed? Krijgen studenten waar ze recht op hebben en waar als ze dat nodig hebben? Dat zijn de vragen die ik stel. En op het moment dat dat niet zo is, ja, dan gaan we daar verder over. U continueert. Nou, een vraag nog van de van Kent. Dank, voorzitter. Vindt mevrouw Pot dat die energietoeslag ook daadwerkelijk gebruikt moet worden om de energierekening te betalen? Of mag dat ook ergens anders voor gebruikt worden? Nou ja, voorzitter, volgens mij ligt er zeg maar ik ben even de naam kwijt, maar een richtlijn zeg maar, richting de gemeente, dat mensen dat bedrag gewoon krijgen. En dan lijkt het me dat mensen zelf mogen besluiten waar ze dat dan uitgeven. Als we dat zijn we met elkaar eens. En dat zou dus ook betekenen dat studenten die ook te maken hebben met een duurdere zorgverzekering, die ook te maken hebben met sterk stijgende prijzen in de supermarkten, dat die toeslag ook nodig hebben voor de andere zaken in het leven, buiten de energierekening die ze eventueel met een aantal mensen delen. Dus zou mevrouw Pot het dan ook niet rechtvaardig vinden dat we ook voor deze jongeren die het echt ook moeilijk hebben financieel gezien, om die toeslag gewoon beschikbaar te stellen, met in oogschouw genomen natuurlijk alle prijzen die aan het stijgen zijn. Nou, voorzitter,
Dus misschien, maar ik heb de heer Van Kent nog nooit zo enthousiast gehoord over een toeslag. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we zorgen dat mensen die het niet redden hun hoofd boven water kunnen houden. Voor mij gaat dat niet dus om die energietoeslag. En zoals ik net al zei, volgens mij is die individuele bijzondere bijstand is er natuurlijk op gericht dat we zorgen dat dat gebeurt. En of dat nou te maken heeft met stijgende kosten door de zorg. Overigens, zorgtoeslag is ook omhoog gegaan. Of dat nou te maken heeft met de energierekening of te maken heeft met de boodschappen. Dat maakt mij dan niet uit. Dat zou gemeente ook niet uit moeten maken. Dat is het gesprek wat je vervolgens met elkaar voert op het moment dat studenten langskomen bij de gemeente. Ja, de SP is enthousiast over het verlagen van de prijzen en het verhogen van de lonen. Maar we spreken nu over die energietoeslag. En ik constateer dat D66 er bewust voor kiest om studenten voor het volledige bedrag, om ze daarvoor uit te sluiten. Dus dat ze niet het recht hebben op die 1300 euro. Terwijl dat geld ook, daar was ik het eerst met D66 over eens, ook nodig is voor de boodschappen en de zorgverzekering en de andere kosten die allemaal aan het stijgen zijn. Ja. Dus als we dat vaststellen, dan zouden we toch, anders dan D66 hier nu doet, zouden we toch moeten kiezen ook voor de jongeren en moeten zeggen, oké, wij geven die financiële tegemoetkoming, zodat je ook rond kan komen. Ja, voorzitter, ik, volgens mij heb ik dit in het vorige interruptiedebatje ook al uitgelegd waarom ik het geen goed idee vind om alle studenten recht te laten hebben op die energietoeslag. En volgens mij moet de heer Van Kent dat ook niet willen, want wij willen dat die toeslag gaat naar de mensen die het echt nodig hebben. Als we het doen op de manier zoals meneer Van Kent dat nu oppert, dan gaat het naar een heleboel studenten, zoals ik destijds in mijn grote studentenhuis, die het op die manier niet nodig hebben. Dus laten we zorgen dat we dat beter richten daar waar het terecht moet komen. Ja, maar ook in dat grote studentenhuis moeten mensen boodschappen doen en hebben mensen te maken met een duurdere zorgverzekering. Punt. Zeker, maar 18 keer 1300 euro is een heleboel geld. De heer De Jong. Ja, voorzitter, D66 zegt, we moeten het geld geven aan de mensen die het echt nodig hebben, maar komt vervolgens totaal nergens mee. Het is dus eigenlijk een wassenneus en laat daarmee studenten keihard in de steek. En dat voor een partij als D66, die altijd zegt dat ze opkomt voor de studenten, is het zeer opmerkelijk. Maar ik wil het even over een andere groep hebben. Ik wil het over de groep hebben die hun hele leven keihard hebben gewerkt. 70 zijn, een klein AOW'tje en een klein aanvullend pensioen. En die dan een paar tientjes te veel aan inkomen hebben, terwijl hun koelkast leeg is en een kachel uit. Maar geen gebruik mogen maken van die 1300 euro. Of gewoon een jong gezin die tegen hetzelfde aanloopt. Fulltime werkt, maar niet meer kan rondkomen en vervolgens ook geen gebruik mag maken van die 1300 euro. Wat vindt D66 daarvan als het om die mensen gaat en die dus niet genoeg hebben aan de maatregelen die er nu voor liggen? Nou, voorzitter, kijk, volgens mij zijn we allemaal op zoek gegaan naar maatregelen die een aantal dingen in zich combineren. Die zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben, bereiken, die dat heel gericht doen, zoals ik net ook al zei. Maar vooral ook, en daar hebben we natuurlijk hier in deze Kamer ook voor opgenoepen, dat het snel ging. En dat betekent dat we hebben gekozen voor maatregelen die bijvoorbeeld aansluiten, in het geval van bijvoorbeeld het percentage van 120%, want volgens mij wil de heer De Jong daar naartoe, dat betekent dat we aansluiten bij de maatregelen die gemeenten al hebben op het gebied van armoedebestrijding. Dat betekent dat we dat sneller kunnen doen. Dat betekent ook inderdaad, en daar heeft de heer De Jong gelijk in, dat we natuurlijk niet iedereen bereiken die we zouden willen. En precies daarvoor heb je dan ook weer de individuele bijzondere bijstand, waar mensen met behulp van maatwerk op het moment dat ze dat niet redden, geholpen kunnen worden. Ja, voorzitter, zo gaat het natuurlijk niet. Kijk, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, die hebben zelf gezegd, wij kijken naar onze mensen en we zien dat ze het niet redden. Wij moeten wel, we kunnen niet anders. We moeten de toegang tot die 1300 euro vergroten. En dat moeten we dan uit eigen middelen doen. Dat alleen al is een teken dat die 1300 euro op 120% sociaal minimum zetten volstrekt onvoldoende is. En dan zeggen als D66, ga maar lekker naar de bijzondere bijstand toe. Dat is gewoon volstrekt asociaal. Mensen maar richting de bijstand duwen, de bijzondere bijstand duwen, omdat ze namelijk niet bereid zijn om die 1300 euro gewoon voor meer mensen beschikbaar te stellen. Mijn oproep aan de D66 is, nogmaals, kijk nou gewoon goed naar die mensen die het nu nodig hebben. We zien dat mensen die hun hele leven hebben gewerkt, een klein aanvullend pensioentje hebben, dat die niet in aanmerking komen. Of een alleenstaande moeder die fulltime werkt, niet rondkomt, niet mag gebruik maken van die 1300 euro. En dat zouden we kunnen oplossen door aan te sluiten, als D66 dat zo belangrijk vindt, aan te sluiten bij gemeenten zoals Rotterdam.
Die hebben laten zien dat het kan. Dus wat houdt D66 nou tegen om datgene te doen wat Rotterdam nu al doet als gemeente? Ja. Nou, voorzitter, omdat ik een heel groot deel van de doelen die de heer De Jong hier uitlegt, dat hij die deelt. Ik ben alleen niet eens over het middel. Wat ik belangrijk vind, is dat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Dat we dat snel en efficiënt doen, zodat mensen die dat nodig hebben, dat ook krijgen. En dat betekent dat als een gemeente al uitkeert aan mensen die 120% van het minimumloon verdienen, dat dat een goede manier is om te zorgen dat heel veel mensen dat snel krijgen. Want het is natuurlijk, we moeten zorgen dat mensen dat allemaal krijgen. Daar is de individuele bijzondere bijstand. Het gaat er helemaal niet voor om dat we mensen daar naartoe gaan duwen. Het gaat erom, volgens mij wil de heer De Jong dat ook, dat we met z'n allen zorgen dat mensen het hoofd boven water kunnen houden. En als wij allerlei dingen hier achter de tekentafel gaan verzinnen, waar gemeenten zeg maar niet op een snelle manier op kunnen anticiperen, dan gaan er die honderdduizenden mensen die nu die energietoeslag hebben gekregen al, ja, die gaan dan de boot in, want dat gaat dan niet meer. Ja, voorzitter, dit is echt weer zo'n voorbedacht antwoord. U luistert helemaal niet, zeg ik via de voorzitter aan mevrouw van D66. Kunnen ze wel rare bewegingen maken? U luistert gewoon helemaal niet. U zegt eigenlijk voorzitter, dat op het moment u luistert, u zegt, tegen, u kunt zoveel bezwaar. Ik heb hier een beetje bezwaar tegen. Goed zo, maak bezwaar. Ik ben gewoon aan het luisteren naar de heer De Jong. En ik vind het nogal vervelend dat hij insinueert dat ik niet naar hem zou luisteren. Ik luister uitstekend naar hem. En we zijn gewoon met elkaar in debat. En dat kunnen we gewoon op een normale manier doen. Prima, eens. Wat ik normaal zou vinden punt is op gemaakt, moment, het woord is aan de heer De Jong. Wat ik normaal zou vinden is op het moment dat ik zeg dat er ouderen zijn die een hele leven lang keihard hebben gewerkt, dat die omdat ze een klein aanvullend pensioentje hebben niet in aanmerking komen voor €1300, dat u ze keihard in de steek laat. En dat u eigenlijk zegt, die mensen hebben het niet nodig. Want wij hebben alleen niet €1300 beschikbaar gesteld voor de mensen die het echt nodig hebben. Hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor mensen die fulltime werken, maar niet rond kunnen komen. En doordat ze een tientje of wat te veel aan inkomen hebben, dat ze het niet redden en niet van die €1300 gebruik kunnen maken. Mijn punt is dus, voorzitter, als D66 zegt, en daarom zeg ik dat ze niet heeft geluisterd naar wat ik zei, op het moment dat een Rotterdam laat zien dat ze het juist wel kunnen en dat ze er behoefte aan hebben, dan kan D66 niet verschuilen achter het verhaal dat we dingen moeten gaan verzinnen die niet aansluiten bij wat gemeentes willen. Ja. Dus waarom houdt D66 dat tegen? Voorzitter, op geen enkel moment heb ik gezegd dat die mensen dat niet nodig zouden hebben. Sterker nog, ik denk dat het goed is dat we zoeken naar manieren om de mensen die het nodig hebben op een goede manier te bereiken. Wat het verschil is tussen de heer De Jong en ik, is dat wij daar een andere manier voor zien. Dus ik hoop ook dat als er nu mensen vandaag zitten te kijken die zeggen ik red het niet, of als er mensen zitten te kijken die zeggen ik ken mensen die het niet redden, dat ze ook mensen aansporen om naar die gemeente te gaan. Want daar liggen de oplossingen ook om te zorgen dat mensen het hoofd boven water houden. U continueert. Nou, er was nog één hele korte vraag, voorzitter. Die gaat over internationale studenten. Daar hebben we er heel veel van in Nederland. En ik vroeg me af of zij, mits ze aan de overige voorwaarden voldoen, ook terecht bij kunnen bij hun gemeente. En dat was mijn laatste vraag. Hartstikke goed. Mevrouw Polland van het CDA. Voorzitter, dank u wel. Ja, nu ligt in dit debat specifiek de begrotingswijziging voor over de energietoeslag. En daar hebben we al veel over gesproken en sterker nog, het geld is voor dit jaar al uitgekeerd door de gemeente. Voorzitter, het kabinet wil, net als de Kamer, mensen helpen die in de knel komen door de hoge energiekosten. Terecht. En geen enkele regeling is perfect gebleken. Het is belangrijk dat het kabinet, ook omdat de verwachting is dat energiekosten niet snel weer op het eerdere oude niveau zullen liggen, ook inzet op structurele maatregelen om bestaanszekerheid te vergroten en werk te maken van energiebesparing en verduurzaming. En ook dat gebeurt. Wij kunnen instemmen met voorliggende begrotingswijziging specifiek gericht op de energietoeslag voor mensen die rondkomen van een sociaal minimum. En het bedrag is afgelopen jaar, het begon met een motie volgens mij nog het jaar daarvoor, voor een bedrag van €200, dat is opgehoogd naar €800, naar €1300. Wel nog een aantal vragen van onze kant. Want over studenten is veel gesproken en hun situatie verschilt, maar voor studenten die in de knel komen is de individuele bijzondere bijstand mogelijk en daarvoor is extra geld beschikbaar gesteld. Wij hebben naast overigens een aantal generieke maatregelen en, die ook natuurlijk voor hen beschikbaar zijn. Wij hebben het advies van de landsadvocaat ook gezien.
De handreiking voor gemeenten zou hierop worden aangepast. Wanneer is dit klaar? En kan de minister iets aangeven van de signalen hoe dit nu in de praktijk verloopt, bijvoorbeeld vanuit een aantal studentensteden? En wat betekent het als we in de stukken lezen dat die route beschikbaar is in het uiterste geval? Is de minister het met ons eens dat de route van de individuele bijzondere bijstand ook gewoon echt voor studenten die in de knel komen beschikbaar moet zijn? Voorzitter, dan de chronisch zieken en gehandicapten die extra energie verbruiken in verband met bijvoorbeeld inzet van benodigde medische apparatuur. CDA-collega's Van den Berg en Bontebal hebben hier afgelopen zomer al schriftelijke vragen over gesteld. Bij de begroting van VWS heeft collega Van den Berg een toezegging gekregen over een passende vergoeding. En daar is ook terugkoppeling op afgelegd via het kabinet in de brief van 22 november. Het merendeel van de zorgverzekeraars past de vergoeding voor bijvoorbeeld specifiek zuurstofapparatuur ook aan. Want dit was de enige regeling die eigenlijk achterliep bij de vergoeding. Dat bedrag was eigenlijk 3 keer hoger dan de vergoeding en dat wordt nu aangepast. In diezelfde brief lezen we ook dat binnen het gemeentelijk domein mogelijkheden liggen voor bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten met een hoog verbruik, voor zover dat niet vanuit de ZVW of de WLZ wordt vergoed. Hoe concreet is dit? En CQ, hoe eenduidig is dit ook bekend en wordt dit ook toegepast? En hoe verhoudt dit zich ook, de inzet van individuele bijzondere bijstand, specifiek gericht op die chronisch zieken en gehandicapten, hoe verhoudt deze route zich ook tot de inzet van het zogenaamde noodfonds? En daar nog aan gekoppeld, we hebben nog een aangehouden motie van collega Inge van Dijk, die was ingediend bij Financiën, met het verzoek aan de regering om in samenspraak met VNG te kijken naar eventuele extra ondersteuning voor mensen met een beperking en chronisch zieken, bijvoorbeeld via die bijzondere bijstand of door een energietoeslag toe te kennen, waarbij niet het inkomen, maar een extra specifieke behoefte daarin leidend is. Wellicht kan de minister daarop reageren, ook eendachtig de eerdere brief waar ik aan refereerde van 22 november. Hoe bekend is dit bij de mensen en bereiken we hier ook de mensen mee? Dank u wel. Dank u wel. De heer Seder praat ons richting de lunch. Dank u wel, voorzitter. Het zijn ongekende tijden waarin heel veel mensen het zwaar hebben, in financieel opzichten. Voorzitter, ook ik spreek geregeld mensen die aangeven dat het zwaar is. Qua energiekosten die stijgen, de boodschappen in de winkels. Voorzitter, daar willen we niet voor wegkijken. Daarom hebben we ook rond augustus besluitvorming en de begroting ook geprobeerd om daar forse stappen in te zetten. Met de koopkracht pakket van miljarden. Nog nooit is er zoveel geld teruggestoken in de samenleving. Voorzitter, is dat genoeg? Is dat voldoende? Ik heb tijdens de vorige keer dat we het hierover gehad hebben ook gezegd, waarschijnlijk niet. Dat er nog steeds mensen zullen zijn die moeite hebben om rond te komen, om zich warm te houden. Maar voorzitter, ik geloof wel dat de overheid doet wat zij kan. En dat doen we op verschillende manieren. Het verlagen van de accijnsen, door extra regelingen in het leven te roepen, zoals ook deze energietoeslag. Dit is niet het enige wat er voor ligt, maar ook is het ook een onderdeel van een ongekend pakket. Waarvan wij hopen dat we in ieder geval de pijn kunnen verlichten. En ook hopen dat de geopolitieke ontwikkelingen ook gunstig zullen zijn volgend jaar. Niet alleen voor ons, maar uiteraard ook voor de mensen die het direct betreft in Oekraïne en omgeving. Voorzitter, ik heb veel vragen gehoord, dus ik ga dat niet herhalen. Wel heb ik een rondje gedaan langs gemeenten en de vraag, hoe ervaren jullie nu nou dat dit nu loopt? Voorzitter, wat ik terugkrijg zijn zorgen over met name wanneer het uitvoeringskader 2023 nou helemaal bekend is. Daar is wel onduidelijkheid over. De gemeenten willen aan de slag, maar hebben nog vanuit de overheid nog niet het gevoel dat zij alle informatie hebben die nodig is om ook de stappen te kunnen zetten. En het geldt ook bij de mensen die het nodig hebben om recht te laten komen. Daarom ook de vraag wanneer dat naar het persoonlijk kan gaan. Daarnaast de vraag over hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er geen boete op barmhartigheid is. Er zijn mensen die een energietoeslag krijgen of in aanmerking daarvoor komen, maar die het ook graag willen geven aan de ander. Dat hebben we ook gezien rond de €190 die de afgelopen maanden is uitgekeerd. Daarvoor zoek ik toch hoe wij op een laagdrempelige manier kunnen communiceren, dat zij dat ook kunnen schenken, doneren, zonder dat anderen daarmee in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan partners samen met stichtingen en diaconieën. Daarbij is het ook erg belangrijk om niet gebruikers van deze richting te stimuleren. Is er een combinatie mogelijk om
deze punten met elkaar te laten landen, voorzitter. Voorzitter, tot slot wil ik benadrukken, zoals ik eerder aangaf, dat de overheid doet wat zij kunnen. Dat we ook naar volgend jaar moeten kijken wat dat betekent. Voorzitter, maar dat ik ook een oproep en een bijdrage verwacht van de samenleving. Ik ook denk dat de samenleving niet eenrichtingsverkeer is, maar ook de samenleving, het bedrijfsleven, kerken, stichtingen, organisaties, ook aan het zet zijn om naar elkaar om te zien. Ik hoop dat we dat ook samen met elkaar kunnen doen en dat juist voor mensen die het hardst nodig hebben, ook deze winter en daarna door kunnen helpen. Dank u wel, voorzitter. Heel goed, dank u wel. Ik schors tot 14:45 en dan gaan we luisteren naar de minister. Ik schors tot 14:45.